volgens mij kunnen we onze wereld nog veel beter maken met veel minder impact uiteraard. Maar is dan die 4 keer meer grondstofgebruik van wat wij nu gebruiken en waar eigenlijk de wereld op gemaakt is, is dat niet nu al een probleem? Ja, dus en is dat ook niet nu al eigenlijk een rechtvaardigheidsprobleem? Goedenavond en welkom allemaal bij de eerste bijeenkomst van de nieuwe serie van Techdenkers. De serie van de Bali in samenwerking met Adyen, waarin we maandelijks stilstaan bij de invloed van technologie op onze samenleving. Mijn naam is Jelle Baars en ik ben programmamaker bij de Bali. En vanavond gaan we het hebben over technologie en klimaat. Innoveren we onszelf de crisis uit of moeten we ons gedrag en de economie drastisch veranderen? Dat is de vraag die vanavond op tafel ligt. Ik praat hierover met 4 gasten, Floor Alkemade, Hidde Boersma, Carolien van Teilingen en Matthijs Slee. Als eerste gaan we luisteren naar een inleiding van Floor Alkemade. Floor is hoogleraar Technology, Innovation and Society aan de TU Eindhoven en ze onderzoekt hoe we de transitie naar een duurzame energie- en mobiliteitssysteem kunnen versnellen. De focus van haar onderzoek ligt op hoe technologische en maatschappelijke ontwikkelingen elkaar kunnen versterken en daarmee de systeemverandering in gang kunnen zetten. Mag ik een heel hartelijk applaus voor Floor Alkemade. Kunnen we ons een weg uit de klimaatcrisis innoveren? En ik heb dat een beetje nauwer gepakt naar, hebben we de technologie om de klimaatcrisis aan te kunnen pakken? Maar te beginnen met het goede nieuws, het klimaatpanel van de VN, het IPCC, geeft daar een heel duidelijk antwoord op. Ze zeggen, de situatie is heel ernstig en er moet ontzettend urgent en doelmatig gehandeld worden. Maar met de technologie die we op dit moment tot onze beschikking hebben, dus zonne-energie, windenergie, kunnen we in principe de klimaatdoelen behalen die we onszelf tot nu toe hebben gesteld. Dus dat is een hele hoopvolle boodschap. Is het ook een makkelijke oplossing? Nee, daar kom ik zo nog op terug. Is het een mooie oplossing? Ook niet altijd, daar kom ik zo ook nog even op terug. Maar het kan dus wel. En wat daar vooral hoopgevend aan is, zitten mijn plaatjes hieronder? Ja, dat is mooi. Dit zijn wat figuren van het IPCC-rapport. Het laatste IPCC-rapport is wat is uitgekomen. En wat we daar zien is dat een aantal van de technologieën die een grote rol spelen in de scenario's om klimaatverandering tegen te gaan of te beperken tot 1,5 of 2 graden, die laten zien dat zonne-energie en wind op land, wind op zee en geconcentreerde zonne-energie, maar ook batterijen voor in dit geval elektrische auto's, een ontzettende kostreductie hebben doorgemaakt de afgelopen jaren. Die kostreductie die komt eigenlijk doordat ze op hele grote schaal zijn toegepast. En als je iets op hele grote schaal toepast, dan kun je daarvan leren. Dus in de fabrieken, bij de installaties is er heel veel geleerd en het is op hele grote schaal uitgerold en die kosten zijn steeds omlaag gegaan. Het interessante is ook dat we deze kostreducties, die zien we bij zonne-energie, bij wind en bij batterijen, ook bij electrolyzers. Al is daar natuurlijk, omdat dat wat nieuwer is, electrolyzers kun je gebruiken om bij tijden van energieoverschotten van windenergie waterstof te maken. Dat is nog nieuwe technologie, is nog in ontwikkeling. Dus daar hebben we nog niet zoveel data van, maar ook daar zie je zo'n hele snelle kostenreductie. Als je naar andere technologieën kijkt in ons energiesysteem, dat zit niet in dit plaatje, maar het komt wel, wordt heel mooi uitgelegd in het paper wat ik hieronder citeer, is net een week geleden of zo verschenen. Daar zie je dat voor fossiele brandstoffen die kosten eigenlijk nauwelijks gedaald zijn over de periode dat we die zijn gaan gebruiken. Dus kosten zijn, af en toe gaan ze natuurlijk wel omhoog, dat merken we nu allemaal, en af en toe gaan ze weer omlaag, maar als je de historische trend bekijkt, zijn die min of meer gelijk gebleven. Voor nucleair zie je daar zelfs een kleine stijging in de historische trend. Dus er lijkt een soort fundamenteel verschil te zitten tussen
verschillende soorten technologieën. En die kostenreductie van wind- en zonne-energie daarvan, en batterijen, daarvan wordt verwacht dat die ook nog wel een tijdje zal doorzetten. Hè. Dus er vindt nog heel veel innovatie plaats, met name in zonneceltechnologie. Wordt met allerlei nieuwe materialen geëxperimenteerd met zonnecellen die je kunt oprollen, dus die heel licht zijn, die ook misschien op gymzalen kunnen, wat het nu niet mogelijk is. Dus daar zit echt nog wel wat ruimte voor verdere kostenreductie en ook technologische vooruitgang in. Nou, in dat paper laten ze eigenlijk een aantal dingen zien. Het eerste, dat is het grafiekje daarboven. Daarin staat dat de rode lijnen, en dat zijn eigenlijk de voorspellingen van bijvoorbeeld het International Energy Agency. Dat is een agentschap dat jaarlijks, ze noemen het niet echt zelfvoorspellingen, maar cost projections over allerlei technologieën maakt. En die voorspellingen die worden als zodanig gebruikt door allerlei overheden en beleidsmakers. En wat dit paper laat zien, en wat we eigenlijk ook al een tijdje wisten, is dat dat die voorspellingen systematisch te pessimistisch zijn. Dus jaar na jaar wordt er gedacht dat er minder zon en wind geïnstalleerd zal worden dan er daadwerkelijk geïnstalleerd wordt. En ook dat de kosten hoger zullen zijn dan ze daadwerkelijk zijn. Dat is aan de ene kant natuurlijk heel mooi, want dan gaat het hartstikke goed. Maar het is ook niet zo mooi, want dat maakt het voor beleidsmakers en mensen die moeten nadenken over wat voor infrastructuur hebben we nodig? Wat voor batterijen hebben we nodig? Moeten we het elektriciteitsnetwerk versterken? Maakt het heel moeilijk om zich voor te bereiden op die grote groei. Dus daar zien we dat, hoewel die technologieën voorhanden zijn en die eigenlijk hartstikke lekker gaan, we er toch niet zoveel gebruik van kunnen maken als we willen, omdat op een aantal andere punten het energiesysteem misschien achterblijft. En wat ze in dit paper verder nog uitrekenen, is ze rekenen met deze technologieën, dus in dit geval zonder nucleair, het IPCC zit vaak nucleair of kernenergie er wel bij, de verschillen uit tussen scenario's waarin er geen transitie is naar een duurzaam energiesysteem, waarin een langzame transitie is, dus het gebeurt wel, maar eigenlijk net een beetje aan de late kant, of een snelle transitie. En ze vinden daar dat als ze meer accurate modellen gebruiken, of in ieder geval modellen die passen bij de historische data over deze technologieën, dat snelle transitiescenario eigenlijk ook een goedkoop transitiescenario is. En ook dat is natuurlijk iets wat al ook bijvoorbeeld door het IPCC al vaker werd gezegd, maar dan vaak in relatie tot klimaatverandering, van de kosten van klimaatverandering zijn echt vele malen hoger dan de kosten van transitie. Nou, dan kom ik even terug op mijn vraag van, is het ook makkelijk om dat voor elkaar te krijgen? Nou, nee, dat is heel moeilijk en dat merken we ook. En we gaan eigenlijk altijd langzamer dan we beloven in onze eigen beleidsdoelen. En dat komt omdat het hier niet alleen maar gaat over het vervangen van één technologie door een andere, maar het gaat om een systeemverandering. Als wij allemaal duurzame energie gaan gebruiken, dan moeten we misschien ook aanpassingen doen in de marktmodellen die we nu gebruiken. Dan moeten we misschien energie anders gaan beprijzen. We willen misschien dat mensen op andere tijden energie gaan gebruiken of hun gebruik laten aansturen, zodat bijvoorbeeld een elektrische auto gebruikt kan worden om overtollige wind- of zonne-energie op te slaan, die dan op een later moment weer teruggeleverd kan worden. Dus er is niet alleen technologische verandering nodig, maar er zijn ook grote veranderingen nodig in infrastructuur, in beleid en regelgeving en in gedrag van mensen. En dat laatste is misschien nog wel het allermoeilijkste, met name als het gaat om sectoren die heel dicht bij de mens en bij de burger komen. Ik heb hier een voorbeeldje van een zelfrijdende auto. Het wordt een beetje een soort utopisch beeld geschetst van een hele moderne toekomst, waar je
in de auto niet meer hoeft te sturen, maar hele belangrijke zakelijke besprekingen kunt hebben, of kattenfilmpjes kijken of op YouTube, of andere dingen die je zo al zou willen doen als je niet stuurt. En dit is eigenlijk best een aantrekkelijk beeld om individuele mobiliteit zoals we die nu hebben te vervangen. Er zitten meerdere mensen in één auto, je hoeft verder niks te doen. Maar tegelijkertijd, als je hier naar kijkt, denken veel mensen ook van ik vind zo'n hele hoogtechnologische toekomst helemaal niet zo aantrekkelijk. En dat raakt ook weer aan waarom het moeilijk is. Dus als we dingen gaan veranderen, dan raakt dat aan alle waarden die wij hechten aan bepaald gedrag, een bepaalde vrijheid die bijvoorbeeld individuele mobiliteit ons biedt. En hoe kun je dat veranderen? En een van de belangrijke dingen die technologie daarin kan betekenen, is dat het ook aantrekkelijke perspectieven kan schetsen. Dus wat we vaak meenemen uit die klimaatdiscussies is van, we mogen niet meer in de auto of we moeten minder doen. Maar technologie kan ook helpen om dingen op een andere, meer aantrekkelijkere manier te doen. Dit is geen futuristisch plaatje, een klein beetje wel. Dit gaat over een wijk die nu gebouwd wordt in Utrecht. En dat is een autovrije wijk. Dus daar, wat ze daar hebben gedaan is, eigenlijk de automobiliteit zit aan de buitenkant van de wijk. Ook de pakketbusjes en zo, die komen allemaal aan de buitenkant. En het wordt dan verder gebracht met huurbakfietsen of andere zaken. Het is heel dicht bij het station, een beetje zoals hier, waar je zo de metro inrolt overdag. Dus je kunt daar op een aantrekkelijke manier toch stedelijk leven en ze gaan het heel groen maken. Om dat goed te laten werken, om al die verschillende soorten mobiliteit op elkaar aan te sluiten, kun je heel veel doen met mobiliteit. Het Google Maps is een mooi voorbeeld daarvan. Het laat heel goed zien hoe je toch snel van deur tot door ergens kan komen, ook als je niet alleen maar met de auto rijdt, maar ook op andere manieren. Nou, dan als laatste is nog een voorbeeldje van zo'n, meer, dit is wel een meer futurist, maar het lijkt bijna een ouderwets schilderij van een aantal ontwerpers die ook aantrekkelijke toekomstbeelden met veel duurzame technologie erin proberen te schetsen. Dus waar zonnepanelen in het landschap verwerkt zijn en waar windmolens de vorm van bomen hebben. En dat is een van de dingen die heel erg kan helpen bij het bewegen naar een meer duurzame toekomst toe. Om het niet alleen maar meer te framen in termen van dit mogen niet meer, dat mogen niet meer, dat kan niet meer. Om echt te kijken van wat zijn nou aantrekkelijke toekomstbeelden en hoe leven we in die toekomsten. Dus dat kunnen we allemaal met technologieën die we nu al hebben. Betekent dat we moeten stoppen met innoveren, met alle andere spannende dingen en mooie dingen waar nu aan wordt gewerkt? Moeten we daar gewoon geen geld meer in stoppen en alles op zon en wind gooien? Dat lijkt me ook niet verstandig. We zien dat dit soort technologieën toch een behoorlijk beslag op de ruimte legt. Daar zijn alle discussies over, over windparken. Ook hier in de buurt van Eiburg nog niet zo lang geleden. Terwijl het een hele, als je naar stemmen kijkt, is het een hele groene bevolkingsgroep en toch veel protest tegen de aanleg van een windpark. Dus er zijn ook echt wel problemen. Er zijn ook allerlei andere nieuwe technologieën die problemen misschien in mindere mate hebben. Die hebben misschien weer andere problemen. Dus er zijn echt, als het gaat om hele kleinschalige kernreactoren bijvoorbeeld, als het gaat om allerlei vormen van stedelijke mobiliteit die de nadelen van de huidige mobiliteit niet hebben, wordt onderzoek naar gedaan. Ik zou zeggen, blijf dat ook vooral doen, maar het ontslaat ons niet van de verplichting om nu echt aan de slag te gaan met de technologieën die we wel tot onze beschikking hebben. Dus om even op de vraag van deze avond te antwoorden, gaat technologie ons uit de klimaatcrisis helpen? Nee, niet alleen technologie. We moeten veel meer manieren aanpassen dan alleen technologische innovatie. Maar zonder technologie gaan we het zeker niet redden. Dank u wel.
Mooi, we gaan even verder praten over systeemverandering en of er ook natuurlijke grenzen zijn aan innovatie. Daarvoor zou ik graag willen uitnodigen Carolien van Teijlingen. Zij is sociaalgeograaf en onderzoeker bij de afdeling culturele antropologie en ontwikkelingssociologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En haar onderzoek richt zich voornamelijk op de dilemma's en conflicten rondom mijnbouw, grondstoffenhandel, duurzame ontwikkeling en klimaatrechtvaardigheid in Latijns-Amerika. Welkom, Carolien. En ook wil ik graag naar voren uitnodigen Hidde Boersma, wetenschapsjournalist, moleculair bioloog, documentairemaker, journalist. En zijn werk over landbouw en biotechnologie onder andere verscheen onder meer in de Volkskrant, de Groene Amsterdammer. En je werkte ook mee aan een aantal boeken. Meer, dat is de meest recente, hè? Meer, hoe overvloed de wereld juist duurzamer en welvarender maakt. En het boek Ecomodernisme, het nieuwe denken over groen en groei. Als ik aan jou de vraag stel, innoveren we onszelf de crisis uit of moeten we drastisch iets veranderen? Dan wat is jouw antwoord? Ja, ik vind ook dat we minder vlees moeten eten, om iets te noemen. Maar ik denk dat de manier waarop we dat gaan doen is door technologie in te zetten. Dus ik ben een groot voorstander bijvoorbeeld van kweekvlees en precieze fermentatie. Dus je moet een alternatief bieden, en dat werd hier ook al gezegd. Je moet een goed alternatief hebben, waardoor je niet dat verzoberingsbeleid moet hebben. Ik ben net terug uit Tokio, fascinerende stad. 40 miljoen mensen en er zijn gewoon nooit files. Ja. Omdat er dus een heel goed alternatief is. Dat boel die Shinkansen, die treinen, die hele snelle treinen die van stad naar stad gaan, maar ook binnen in een stad, de metro en ook treinen tussen allerlei wijken. Je hebt daar dus geen behoefte aan een auto. En het fantastische is, de leefomgeving is daardoor een stuk beter. Dus op die manier, en ik heb bijvoorbeeld ook voor voedsel het idee dat dat de enige manier is dat er niet meer, ze pakken mijn gehaktbal af voor de telegraaf staat. Ja. Want dat verzobering is gewoon heel erg lastig om over te brengen. Dus ja, technologie maakt de transitie gewoon een stuk makkelijker. Maar geen verzobering, dus ik lees een beetje wel ook economische groei. Ja, absoluut. Ja, ik denk ook dat bijvoorbeeld als het gaat om energie, heel vaak gaat het ook over we moeten minder gebruiken. En natuurlijk moeten we onze huizen goed isoleren. Maar ik denk dat we juist een overvloed aan energie nodig hebben om een duurzame wereld mogelijk te maken. Iets als precieze fermentatie gaat heel veel energie kosten. Ja. Daar heb je heel veel energie input voor nodig. Maar dat betekent wel dat het landgebruik van de landbouw heel erg terug wordt gedrongen. En dat we gezonder gaan worden. En hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor, weet ik veel, kweekvis, dat je eigenlijk het liefst op open water ver wil hebben. Dat zijn ook hele energie-intensieve industrieën. Maar als we dus een overmaat, een overvloed aan energie creëren, dan worden dat soort duurzame transities dus veel makkelijker. Ja. En ja, om al die veranderingen te bekostigen, denk ik dat economische groei de manier is. Carolien, hoe luister jij hiernaar? Wat denk jij, kan meer economische groei samengaan met een duurzame en groene toekomst? Ik denk dat er heel veel kritiek op te leveren is op dat idee, het idee dat die twee samen kunnen gaan. En het verhaal van Floor inspireert. Hè. We zien windmolens in de vorm van bomen. En mijn gedachten gaan eigenlijk meteen naar waar zijn al deze nieuwe technologieën van gemaakt. Ik doe veel onderzoek naar grondstoffen en naar waar de plekken waar deze producten eigenlijk de mineralen voor deze transitie uit de grond komen. Ja. En mijn gedachten reizen dan eigenlijk snel af naar deze plekken. Als wij allerlei van deze technologieën, vooral die op het gebied van energie gaan toepassen, dan zullen we, dat is ook al uitgezocht, ik heb een grafiekje meegenomen, dan zal eigenlijk het gebruik van mineralen en metalen enorm toenemen. Kunnen wij de grafiek heel even op het scherm zien? Ja, ik dacht ik kan wel allemaal nummers gaan opdreunen, maar dit maakt het wel in één keer heel erg visueel. Bovenaan staan dus transport. Dit is trouwens informatie van het International Energy Agency. En bovenaan staan transportopties, hè, en de electric car. Nou, we zagen het al, een soort van futuristische versie daarvan. Dit is ongeveer wat daarin gaat aan mineralen en metalen. Veel meer, dus fors meer dan in andere of de huidige conventionele auto's. En daarnaast ook alle power generation, dus alle energieopwekking die daarvoor nodig is. En vooral de offshore wind, dus de wind op zee, waar Nederland eigenlijk volop
volop inzet op dit moment, zie je dat heel veel mineralen gebruikt. En nou ja, dat hebben op zich overheden en dergelijke ook wel door. Die zien dat dit een probleem is en die maken zich zorgen. Maar die maken zich dan vooral zorgen over, nou, de twee vragen eigenlijk, waar ligt dit op de wereld en hoeveel ligt daar? En hoe kunnen we het nou ja, zo snel en zo veilig en zo goedkoop mogelijk, hè, de kosten werden ook al even door Floor aangestipt, naar Nederland, dan wel Europa halen. En ze maken zich zorgen, want deze voorraden liggen niet in de Veluwe, onder de Veluwe, maar ze liggen veel onder de Amazone, in de Andes. Dat zijn gebieden waar ik veel ervaring heb, maar ook in Congo en veel in China. Nou ja, er zijn zorgen over de stabiliteit van deze regimes en ook over of deze wel willen meewerken. Dat is, nee. Ja. Maar? Op het moment dat die vragen worden gesteld, trek ik eigenlijk even een paar wenkbrauwen op. Het gaat dus heel erg een bedreiging voor de transitie is dus deze beschikbaarheid van deze mineralen. Dat zo wordt het gesteld. En ik vraag me af, waarom wordt die vraag nooit omgedraaid? In welke manier is onze energietransitie ook een bedreiging voor de plekken waar deze mineralen onder de grond liggen? En die vraag wordt voor mij betreft, wat mij betreft, veel te weinig gesteld. En die zal ook, denk ik, heel veel rem zetten op alle technologische mogelijkheden die we op dit moment aan het uitdokteren zijn. Want wat zijn die gevolgen voor die plekken? Ja, veel van deze mineralen liggen dus onder hele speciale en biodiverse ecosystemen, waarin veel water beschikbaar is. Ik heb zelf veel onderzoek gedaan in de Amazone, daar ligt, en in de Andes, daar ligt veel koper. Dat zijn de hoofdwater, eigenlijk de toevoerwater van de Amazone. Dus als daar een spil plaatsvindt, dus een lek in de van chemicaliën, zal de hele Amazone daardoor mogelijkerwijs kunnen worden vervuild. Het neemt veel ontbossing met zich mee. In andere gebieden juist worden CO2 sinks, dus daar waar carbon ook wordt opgeslagen, waar CO2 wordt opgeslagen, die worden daar eigenlijk door vernietigd. Dus daar komt ook weer veel CO2 bij vrij. En er wonen natuurlijk ook heel veel mensen op deze plekken. En die zijn niet altijd gebaat en die zitten ook niet altijd te wachten op deze mijnen. En er zijn dus ook heel veel conflicten en ook gewelddadige conflicten rondom deze mijnen. Ja. Dus dat zijn wel dingen om over na te denken. En ik heb het gevoel dat deze vragen te weinig worden gesteld. En dus ook het rechtvaardigheidsvraagstuk eigenlijk een beetje aan de kant wordt geschoven, want we moeten snel door. Tweeledig. Ik denk in eerste instantie, there's no free lunch. Dus als je iets nieuws gaat bouwen, kost dat materialen. Ik moet eerlijk bekennen dat ik van de drie grote crisissen, dus de biodiversiteitscrisis en de klimaatcrisis en dan de vervuiling/grondstoffencrisis, die laatste wel echt het minst belangrijk vindt. En dat komt, mijnen nemen iets van 0,08% van het aardoppervlak in, terwijl de biodiversiteitscrisis en de klimaatcrisis wereldwijd zijn. Dat betekent niet dat we het niet netjes moeten doen en goed moeten doen, maar volgens mij is het een minder groot probleem dan die andere twee problemen. Dus ik neem dat een beetje voor lief af en toe. Daarnaast denk ik ook dat het wel belangrijk te beseffen is dat die energietransitie kost meer grondstoffen. En nu kernenergie kwam er wel aardig goed uit. Maar dat het zeker niet gezegd is dat hoe welvarender we worden, hoe meer grondstoffen we gebruiken. Je ziet dat Nederlanders op dit moment 20% minder grondstoffen gebruiken dan in 2000. Terwijl we veel rijker zijn geworden. Dus ook heel innovatie kan ook, ondanks de initiële kosten van grondstof, ook uiteindelijk tot een verlaging van het aantal grondstoffen gebruiken. Dus dat zou ik dan heel graag op inzetten. Ja, dat is die ontkoppeling. Ja, dus die ontkoppeling inderdaad, ja. Ten eerste, ik denk dat het letterlijk oppervlak bedekt door mijnen zal inderdaad niet groot zijn. Ik denk wel dat de impact van mijnen veel verder reikt dan dat. Ook omdat er vaak het in afgelegen gebieden is. Hè. We weten dat een van de grootste redenen voor bijvoorbeeld de ontbossing van de Amazone is het feit dat er wegen zijn geworden gebouwd. Nou, er worden vaak wegen naar mijnen gebouwd. En dan komt er vervolgens een hele stroom andere zaken met zich mee die wel het ecosysteem of grootschaal aantasten. Ten eerste en ten tweede natuurlijk. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik denk inderdaad dat er heel veel kan worden gedaan om te ontkoppelen, maar totale ontkoppeling zal niet kunnen. En we zien ook vaak dat ontkoppeling plaatsvindt door een soort van externalisering. En ik denk dat dus de energietransitie weer een nieuwe externalisering zal worden. Dus het outsourcen, het wegsturen van problemen, zoals bijvoorbeeld het mijnbouwprobleem, naar plekken waar dit blijkbaar kan of waar de regulatie anders is.
is. En waardoor we hier met minder CO2-uitstoot zitten, inderdaad. Maar waardoor we eigenlijk het probleem ergens anders naartoe verplaatsen. En dat hebben we ook gezien in eigenlijk de decoupling. Is heel veel ook heeft ook heel veel plaatsgevonden door die outsourcing. Dus de geografische eigenlijk verder wegbrengen van onze schade. Dat moet je ook zeker, als je het over ontkoppeling hebt, moet je dat meenemen. Je moet niet alleen naar de binnenlandse productie kijken, maar bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Engeland en ook Nederland zijn ook ontkoppeld als je dus die import meeneemt. En verrassend genoeg is dat verschil best wel klein. Dus de hoeveelheid, de binnenlandse productie, als je kijkt naar bijvoorbeeld CO2 en als je de import meeneemt, is het verschil maar 10-15%. Dus we importeren, we outsourcen veel minder dan we vaak denken. Maar het is wel zeker terecht, je moet dat meenemen. En wat ik ben ook wel benieuwd, ik heb ook wel begrepen dat heel veel van die zeldzame aardmetalen ook toch wel in Europa liggen, maar dat wij er niet aan beginnen. Klopt dat? Dat klopt, omdat natuurlijk allerlei milieuregulatie sterker is. En ook veel mensen niet zitten te wachten op een mijn in de achtertuin. Hè. Onze eigen Groningen is daar misschien een voorbeeld van. Het gaat er niet om rare metalen of zeg maar zeldzame metalen, maar gaat om ook mijnbouw. Dus die impact wordt eigenlijk veel beter gereguleerd, waardoor mijnbouwbedrijven ook huiverig zijn om te investeren, wederom door de kosten en de mogelijke... Het zou eigenlijk beter zijn om het hier te doen. Ja, daar worden wel mijnen weer heropend hoor, want de prijs en de vraag stijgt. Maar ook daar zie je dan eigenlijk een soort van zelfde mechanisme. Het is vaak in de periferie van Europese landen, dus in het noorden van Portugal, in het zuiden van Spanje, dus in de plekken waar ook wederom misschien minder het economische centrum en het aandacht op ligt. En ook daar zie je heel veel conflicten en dat mensen er dwars voor gaan liggen. Kernenergie komt weer uit de grond, uit mijnen en dit is eindig. Dus ook daar kunnen we dan weer een tijdje voort, maar voor hoe lang? Ik ken de berekening daarover overigens niet, maar dat is wederom eindig. En ten laatste is er natuurlijk een afvalprobleem. En dat overstijgt ons verder. Onze klein kinderen zullen nog moeten nadenken over wat wij met het afval doen. Dat is klein en wellicht erg beheersbaar, maar we dachten natuurlijk ook dat andere zaken 50 jaar terug erg beheersbaar waren. En die blijken nu, zoals bijvoorbeeld de uitvinding van de verbrandingsmotor. Daar zitten we nu eigenlijk toch hier wel een beetje met de gebakken peren. Dus onze soort van alles overheersende en alles overziende blik, denk ik dat we daar ook voorzichtig moeten zijn. Ja. En het afvalprobleem is ook weer iets wat bijvoorbeeld ook bij niet alleen uraniummijnen of de afvalstoffen van kernenergie een rol speelt, maar ook alle mijnen die dus voor de energietransitie nodig zijn. Weet je, die bassins die moeten voor tienduizenden jaren eigenlijk water of lucht- en waterdicht worden afgesloten. Omdat er anders nog steeds zware metalen in het milieu kunnen komen. Willen wij onze generaties in de toekomst daarmee opzadelen? Of kunnen we kijken naar technologieën of maatregelen waarvan we weten dat deze eigenlijk erg grondstofvrij zijn en werken? Namelijk verminderen. Maar toch denk ik ook altijd, kijk, ik weet dat er rond 1900 ook zo'n stroming was van mensen die zeiden van jongens, we hebben nu toch wel genoeg. Maar kunnen wij een leven voorstellen zonder wasmachine? Ik vind bijna wasmachine bijna mensenrecht, of laten we zeggen vooral een vrouwenrecht. Want je ziet gewoon dat vrouwen daar heel veel vrijheid door hebben gewonnen. Dus ik denk dat als wij nu doorgroeien, dat we ons nog niet eens kunnen voorstellen hoeveel beter ons leven gaat worden. Niemand die ik ken zou willen ruilen met 1900. Terwijl mensen zeggen, toen zeiden, we hebben eigenlijk wel genoeg. Dus ik denk dat we ook daar zit een soort gebrek aan denkkracht en imagination. Want volgens mij kunnen we onze wereld nog veel beter maken met veel minder impact uiteraard. Maar is dan die 4 keer meer grondstofgebruik van wat wij nu gebruiken en waar eigenlijk de wereld op gemaakt is, is dat niet nu al een probleem? Ja, en is dat ook niet nu al eigenlijk een rechtvaardigheidsprobleem? Zijn wij niet eigenlijk zowel de toekomst als de huidige ver weggelegen landen aan het koloniseren met een 4 keer te veel gebruik? Ja, dus ik blijf ook heel erg voor een veel grotere verdeling van die welvaart. En uiteindelijk wil ik dat iedereen, ik streef ernaar dat elke Laotiaan op vakantie kan naar Bolivia en elke Boliviaan ook op vakantie kan naar Laos. Gewoon dat als het gaat over justice, dat iedereen een comfortabel en... Maar is dat justice? Dat iedereen de wereld over kan vliegen iedereen een vrij leven. En een vrij leven waar je in je maximaal kan ontplooien, vind ik van Laos naar Bolivia kunnen vliegen. Is een ontplooiing. Maar ik denk dat ook een sector is waar dus echt heel veel minder kan. En we ook kunnen bedenken, inderdaad, is dat justice? Rechtvaardigheid? Is dat welzijn? Veel reizen maakt de wereld beter en vredelievender. Want als je mensen leert kennen, andere culturen leert kennen. Dus ik denk als je dat gaat vragen aan mensen die in een mijnbouw of oliebedrijfgebied wonen in Ecuador, dat die zullen zeggen dat het niet vredelievend is voor mij. Maar wel voor een klein cirkeltje met waarschijnlijk de mensen die hier aan tafel. Je moet het
op een andere manier doen, op een duurzame manier. Maar je moet niet gaan zeggen, we moeten minder vliegen. Nee, we moeten zorgen dat we duurzaam kunnen vliegen en duurzaam kunnen reizen. Korte reactie. Ja, of Floor. We verspillen nu heel veel. Op allerlei manieren. Dus daar moeten we sowieso mee stoppen. Er zijn ook een aantal sectoren die heel moeilijk te verduurzamen zijn, zoals de luchtvaart. Daar zou ik eigenlijk best persoonlijk voor verminderen zijn. Ik vind ook, als je nu kijkt naar de internationale klimaatafspraken, daar wordt ook wel een benadering gebruikt waarbij we zeggen van nou, de rijke landen hebben meer geprofiteerd, die moeten meer doen dan de arme landen. En dat kun je natuurlijk prima doortrekken naar het niveau van het individu. Hè? Dus ik zou daar persoonlijk wel mee kunnen leven om wat meer in te leveren. Want we verbruiken inderdaad veel te veel. En zelfs. Dus we kunnen het voor elkaar krijgen, maar we kunnen niet iedereen op dit consumptieniveau laten leven op de wereld. Er zijn grenzen, zeker. In ieder geval op dit moment zijn er grenzen. We zijn met heel veel mensen, dat wordt misschien in de toekomst minder. Het duurt een tijdje voordat we alles hebben opgebouwd. Tot die tijd is het wel redelijk om te verwachten dat de rijke landen, en dus de mensen in de rijke landen, meer bijdragen. En een van de manieren waarop je dat kunt doen, is door minder te consumeren. Maar dit gaat er wel heel erg vanuit dat, als je zegt niet iedereen kan zo welvarend zijn, dat automatisch betekent dat welvaart en het gebruik van grondstoffen hand in hand gaan. Maar dat is in Nederland al niet eens zo. 20% minder dan 20 jaar geleden, terwijl we veel. Dus je kunt. Want ik kijk uiteindelijk streef ik natuurlijk naar een soort welvaart en welzijn. Niet iedereen hoeft elke dag een naar Bolivia toe. Iets van plastic te kopen. Maar het gaat om welvaart en welzijn. Dat kan wel, denk ik. Ja, maar er is een verschil tussen wat er uiteindelijk misschien kan en hoe je daar komt. En ik denk als wij op dit niveau door blijven consumeren nu en ook zo traag blijven in verbeteren, dat maakt het wel een stuk moeilijker om daar te komen. Ja. En je maakt het moeilijker voor de landen waar de groei echt hard nodig is om nog een beetje te groeien. Hierbij houden we zijn in ieder geval denk ik over eens dat er enige grenzen zijn en dat er een systeemverandering plaats moet vinden. Mag ik een heel hartelijk applaus voor Carolien en Hidde.